De spijsvertering. Het maag-darmkanaal, je maag en je darmen, dat is samen je spijsvertering. De spijsvertering, het proces waarbij je lichaam de nuttige stoffen uit het voedsel haalt. Eigenlijk hoe eten van je mond helemaal door je lichaam gaat en je lichaam alles wat het nodig heeft eruit haalt. Wat het lichaam niet nodig heeft, komt er als poep uit. Verteren. Het eten wordt steeds kleiner en wat het lichaam nodig heeft, haalt het lichaam eruit. Verteren. Enzym. De enzymen. Een stofje in je spuug, in je speeksel, dat het eten helpt verteren, zachter worden. De slokdarm. Je kauwt het eten, dan slik je het door en dan gaat het van de slokdarm naar je maag. Een deel van je darmen dat net na je keel begint. De bacterie, de bacteriën. Piepkleine beestjes die je alleen door een microscoop kunt zien. Je hebt goede bacteriën, die zijn gezond. En slechte bacteriën, daar word je ziek van. Het maagzuur. Een zuur sap in je maag dat helpt bij het verteren van eten. Zuur sap. Net als citroen, maar dan nog veel zuurder. Maagzuur zorgt ook dat je niet ziek wordt. Het doodt bacteriën. Lever. De lever is een orgaan. Het maakt gal. Dat is een sapje dat zorgt dat het vet uit je eten verteert. De lever zuivert ook je bloed. Zuiveren. Maakt het schoon. Gal, bitter sap uit je lever, dat helpt bij het verteren van het eten, vooral bij het vet. Voedingsstoffen, een stof in je eten die goed is voor je lichaam, wat je lichaam nodig heeft, voedingsstoffen. Darm. Een deel van je darmen waar stoffen uit het eten in je bloed komen. De voedingsstoffen worden uit het eten gehaald en gaan naar je bloed. Het orgaan, een deel van je lichaam met een eigen taak, bijvoorbeeld je hart of je longen. Je hart pompt het bloed rond. Je longen zorgen voor zuurstof. Het orgaan. Brandstof. Een stof die het lichaam energie geeft. Je kan weer rennen, je kan weer leren als je brandstof op hebt, als je eten hebt. Eten, voeding, is brandstof voor mensen. Brandstof voor een auto is bijvoorbeeld benzine. De dikke darm. In de dikke darm wordt water uit de poep gehaald. De ontlasting, de poep. De ontlasting is een net woord voor poep. De diarree, heel dunne poep. Waterig, heel dun. Vaak moet je ook heel snel naar de wc. En heb je buikpijn? Misschien ben je ziek of heb je iets verkeerds gegeten? De diarree. De verstopping. Harde, droge poep. Het lukt niet goed om te poepen. Misschien doet het ook zeer. De verstopping. De aandrang.
Je moet heel nodig naar de wc. Het gevoel dat je naar de wc moet heet de aandrang. De anus, het poepgat. Hier komt de poep door naar buiten. Gevarieerd, met veel afwisseling, steeds iets anders. Ik eet niet elke dag brood. Soms eet ik rijst, soms eet ik aardappels, soms eet ik pasta. Gevarieerd, steeds anders. Het onverzadigd vet, een soort vet zoals olie. Leveren, geven, zodat er iets mee gedaan kan worden. De winkel levert een pizza. De winkel brengt boodschappen. Leveren. De calorie, een maat voor de hoeveelheid energie in eten. Hoeveel calorieën zitten er in een appel? En hoeveel calorieën in een ijsje? Zo kun je kijken hoeveel je moet sporten als je gegeten hebt. Vet opslaan. Opslaan is bewaren. Vet bewaren in je lichaam. Als je veel vet opslaat, word je dik. Voedzaam. Goed eten. Voedzaam eten zorgt dat je geen honger meer hebt en het is gezond. Het is voedzaam. Het eiwit. Een voedingsstof die nodig is om je lichaam mee op te bouwen. Eiwitten zitten in eieren, maar ook in vlees en in vis en in bonen. Koolhydraten. Een voedingsstof die zorgt voor energie. Brandstof voor je lichaam. Koolhydraten zitten in brood, rijst en pasta. Vezel. Een deel van een plant en het lijkt een beetje op een draadje. Vezels. Vezels heb je nodig in je lichaam. Ze zitten in brood en in groenten. Vitamine C. Het zit in sinaasappels, mandarijntjes, citroenen. Je lichaam heeft veel vitamines nodig. Stoffen die in eten zitten om gezond te blijven. De vitamines. Zuivel. Melk en alle etenswaren die van melk zijn gemaakt. Bijvoorbeeld kaas. Zuivel. Melk, kaas, karnemelk, yoghurt, kwark, vla, boter. Allemaal zuivelproducten. De pasta, Italiaans eten van deeg. Bijvoorbeeld macaroni en spaghetti. De pasta. De peulvrucht. Lange vrucht met boontjes erin. Bijvoorbeeld een boom. Maar ook linzen zijn peulvruchten. Voldaan. Tevreden. Als je goed gegeten hebt, heb je een voldaan gevoel. Voldaan. Je hebt genoeg gehad. Je wil niet meer eten. Verbruiken. Opmaken. Als je gaat sporten, verbruikt je lichaam brandstof, energie. Je verbruikt de energie. Daarna moet je misschien weer eten. Verbruiken. In balans. In evenwicht. Je loopt op de balk of op een touw en blijft in evenwicht. Je eten kan ook in balans zijn. Soms eet je iets gezonds. Soms eet je een keer iets minder gezonds, maar het is in evenwicht. De vleesvervanger. Een product dat je kunt eten in plaats van vlees, zoals soja en tofu. De vegetariër.
iemand die geen vlees en vis eet, de vegetariër.